Dag allemaal, weer welkom bij Lezen voor de Lijst. Dit keer van Lala Gül, Ik ga leven, in 2021 verschenen. Lala Gül is een Turkse die in de jaren 90 met haar ouders uit Turkije naar Amsterdam kwam om in de kolenkitbuurt te gaan wonen. Haar ouders doen niets aan integratie en zijn streng islamitisch. Vooral haar heksachtige moeder, die ze Karbonkel noemt. In Ik ga leven schrijft ze een hartstochtelijke relaas over haar opvoeding, die op een onderdrukking neerkomt, en tot ze eindelijk de moed heeft werkelijk voor zichzelf te gaan leven, zoals zij dat wil, zonder alle inperkingen die ze als een verminking van het zelf heeft ervaren. Daarvoor betaalt ze wel een prijs. Een breuk met haar familie is een feit. Dat moet ze ervoor over hebben. Of dat gebeurt gewoon. Op het moment van schrijven is de alter ego van Lala, die heet Busra, 20 jaar. Busra is een vrijdenkster. Iemand die zich ongebonden weet door een ideologie of door een religie en gewoon hardop wil denken zoals ze zelf wil. Die vrijuit wil denken over geloof of geen geloof en over hoe je leven inricht. Ze heeft niet voor niets motto's opgenomen van Friedrich Nietzsche, de filosoof met de hamer, en de godsdienstcriticus, en Multatuli, een 19e eeuwse schrijver. VWO'ers onder ons zullen weten wie dat is, over de stomzinnige beperkingen die vrouwen werden opgelegd in de 19e eeuw en die nu voor die Busra zeker gelden. Waar verzet ze zich nou eigenlijk tegen? Dat is een belangrijke vraag. Wat hekelt ze? Wat wekt haar woede en haar verachting? Nou, dat heb ik op een rijtje gezet. Zoveel mogelijk uit het boek proberen te halen. De gebeurtenissen kun je wel elders op internet, scholieren.com, vinden. Die hoef ik niet te gaan noemen. In de eerste plaats hekelt ze de inperking van haar persoonlijke vrijheid. Ze moet een hoofddoek om, mag zich niet modern kleden, mag zich niet opmaken, mag 's avonds niet naar buiten, geen foto's van zichzelf plaatsen op sociale media, geen verjaardagen of andere feesten vieren, geen films kijken waarin wordt gezoend, niet uitgaan en ze moet haar liefde voor een vriendje geheim houden, niet over haar eigen geld beschikken. De lijst met verboden is eindeloos en ze wil breken met alle conventies, maar wordt geslagen en uitgescholden. Woont bij haar oma. Aan de overkant wonen haar, van de flatgalerij wonen haar ouders, maar zij woont bij haar oma omdat een broertje haar slaapplaats heeft ingepikt. Dus verhuist zij naar de oma. Dat vindt ze nog niet eens zo erg, want die oma is een bondgenoot. Ze doet niet mee aan schoolreisjes, behalve dan de reis naar Rome die uitgebreid besproken wordt. Een van de minder sterke gedeelten van het boek vond ik. Ze moet haar seksualiteit onderdrukken, in kleding rondlopen die haar huid bedekt, want ze is een vrouw en als die toch eens iets van zichzelf zouden laten zien, dan zouden ze alleen de mannen maar in vervoering kunnen brengen en dat mag niet. Ze moet krampachtig maagd blijven, wat ze niet meer is, want ze vrijt met haar vriendje. Haar verwekkers willen niet dat ze zich ontwikkelt en missen totaal de wil om in haar het kritische bevragen te ontwikkelen. Vooral op het gebied van de godsdienst mag ze geen vragen stellen. Ze groeit op met angst voor de hel. En op de Koranschool is ze er als de kippen bij om als eerste vragen over het geloof te stellen, maar dat wordt allemaal niet gewaardeerd, dat mag niet. En ze vindt nu juist, en ik citeer, het leven draait om jezelf zoeken, jezelf vinden, jezelf zijn,
Je zelfontplooiing in alle vrijheid. Nou, en dat is nou precies wat haar wordt afgepakt. Dat ik ga leven, moet ze helemaal in haar eentje bevechten. Die uitspraak, ik ga leven, dan moet ze helemaal in haar eentje voor elkaar zien te krijgen. En dat is gewoon een fantastische prestatie en heel boeiend om te lezen hoe ze dat in haar eentje met heel veel geestkracht doet. Ten tweede, ze haat de godsdienst, de islam dus. Ze haat de Koranschool, het onderwijs dat ze daar vanaf een jaar of zes heeft gevolgd, waar rampen als de straf van Allah worden weergegeven. Ze haat het dat God en de Koran worden gebruikt om leed, verdriet en ongeluk te maskeren of te verklaren. Ze haat de huichelachtigheid, moeilijk woord hypocrisie, de hypocrisie, de huichelachtigheid. En ik citeer, een vrome heiden is minder onwaarachtig dan een vrome moslim en minder onwaarschijnlijk dan een vrome moslim. Ze haat de lijfstraffen en de angst voor de hel of de Koranschool. Ze haat de wiegeneed die van tevoren al vastlegt met wie je gaat trouwen. Ze haat de discriminatie van de vrouw in de islam, die vrouwen tot dienstboden degradeert, tot slaafse volgers van haar man. Ze verwerpt alles wat de leer is in de islam, wat de ontplooiing van de vrouw in de weg staat. Ze haat de verbinding van geloof met de politieke beweging Milis Gurus, of Gurus. Ik weet niet precies hoe je dat moet uitspreken. Ze vindt dat je tegenspraak moet koesteren, maar de islam sluit alle tegenspraak uit. Dat mag ze allemaal niet zeggen, dat mag ze allemaal niet denken. Ze haat het uitsluiten van homoseksuelen door de islam. Ze haat de maagdelijkheidscultus, de eerwraak, het enorme verschil in omgaan met besnijdenis voor jongens. Dan wordt er een groot feest gevierd. En de eerste menstruatie voor meisjes, waar heel raar over gedaan wordt en dat helemaal niet, wat helemaal niet begeleid wordt, waar niks aan gedaan wordt, wordt niks gevierd. De idiote regel met betrekking tot de omgang van mannen en vrouwen zijn haar een doorn in het oog. Alles draait in de islam om de buitenkant, zegt ze. Alles wat persoonlijk openhartig is, dat is taboe. Religies zoals de islam, zegt zij, zijn gevaarlijk en schakelen je individualiteit uit en dwingen je je autonomie, je zelfbestuur, dat je mag weten wat je zelf mag weten wat je doet, op te geven. Het bestaan van een hel vindt ze onzinnige bangmakerij. Het voortdurende voorstaan op de waarheid die je in pacht zou hebben, vindt ze helemaal onjuist, want ze zegt, je moet de waarheid zoeken, die heb je niet in bezit. Je moet haar zoeken. Ze is tegen de invloed van religie op het publieke leven, zoals in Turkije. Nou, dat zijn wel zo de belangrijkste punten in haar verwerping van de islam. Derde punt. De huichelachtigheid, de hypocrisie op het gebied van de seksualiteit vindt ze verachtelijk. Ze hekelt het grote verschil tussen mannen en vrouwen, tussen jongens en meisjes. Jongens en mannen mogen seksueel hun gang gaan, ook als ze jonger zijn. Meisjes moeten altijd zichzelf bewaken en koste wat kost baagd blijven. Er wordt veel in de familie getrouwd, neven met nichten. Dat zijn gearrangeerde huwelijken, pardon. Gearrangeerde huwelijken. En daar heeft ze een bloedhekel aan en is ook bang voor. De roddelzucht is enorm als een meisje geen maagd meer is. Dan kan ze niet meer trouwen en is ze een hoer die de eer van de familie kapot heeft gemaakt. Dus vonden er, het is nu verboden, maagdenvliesoperaties plaats. Meisjes zijn altijd de schuldige als het tot seks voor het huwelijk komt. Hoe dan ook, of ze nou verkracht zijn of niet, maakt niet uit. Zij zijn degene die de schuld krijgen. Jongens mogen hun gang gaan. In Nederland wordt de eerwraak misschien
maar in zo'n 50 gevallen per jaar nog toegepast en zeker zeer weinig met moord. Maar er worden wel vrouwen geslutshamed, zoals dat heet. Die worden voor slet uitgemaakt. Dochters worden verkocht voor 10 à 15.000 euro. Als ze op vakantie is naar Turkije, hoort ze dat. En die, ze zijn dus eigenlijk gewoon koopwaar. Als laatste punt heb ik nog wat algemene dingen waar ze tegen is, die een beetje op één hoop zijn gegooid, die ik maar onder het kopje allerlei heb gezet. Ze haat de ongenuanceerde propaganda van Turkse zenders, die afgeven op Nederland. Ze haat het huiselijk geweld, waarvan ze hoort dat uitgeoefend wordt door Turkse vaders, maar ook soms door haar eigen moeder, want ze wordt geslagen. Ze haat de gangster-islam, waar gerept wordt en tegelijk de geloofsleer wordt aangehangen. Ze haat de obsessie met zina, de seksualiteit buiten het huwelijk of voor het huwelijk, zeg maar, waarbij de vrouw geen maagd meer is. De vrouw mag niet met een andersgelovige man trouwen, maar de man wel, die mag wel met een andersgelovige trouwen. Ze verwerpt ook heel sterk dat het individu ondergeschikt gemaakt wordt aan de groep. Het zijn belangrijke dingen zodat je op je tentamen of je werkstuk een beetje body kunt geven aan wat ze nou eigenlijk beweert. Want het is best een hartstochtelijk geschreven boek met ontzettend veel standpunten erin. Dus ik heb ze voor jullie een beetje op een rijtje gezet. Aan het slot van de roman maakt ze het uit met haar vriendje Freek. En kiest ze tegen haar familie door haar hoofddoek niet meer langer te dragen en dat bekend te maken. In het slotgedicht van het boek blijkt dan dat dat haar relatie met de familie kost. Busra droomt tenslotte, dat vind ik een heel ontroerend gedeelte, dat ze een gesprek met God heeft. En God zegt dan: van mij mag je leven zoals je wilt, als je maar blijft geloven. Jij bent gelovig, ook al maak je jezelf wijs van niet. Anders was dit gesprek er niet. Blijf geloven en wees gelukkig. Stel je eigen morele regels en leef ernaar. En sterf als een gerespecteerd burger. Ja, maar de regels dan? De kracht van de ware moraal zit in de ruimte die zij biedt aan eigen verantwoordelijkheid, mijn kind, zegt God. Dus dat is eigenlijk de kern van het boek. Ze heeft genoeg van die opgelegde moraal met haar strenge, onmenselijke regels en zegt: je moet de ruimte nemen om je eigen verantwoordelijkheid uit te oefenen en zelf verantwoordelijk te zijn voor de manier waarop je leeft, met of zonder hoofddoek. Met of zonder bepaalde regels op het gebied van seksualiteit. Met of zonder regels op allerlei andere gebieden van de moraal. En zij zegt dan ook: ik ga leven, zei ik. Ik vind dit een heel belangrijk boek. Er is wat kritiek opgekomen op de stijl. Dat kan ik me wel voorstellen. Hier en daar is het Nederlands niet helemaal vlekkeloos. Je kunt ook zeggen: ze heeft een heel eigen stijl ontwikkeld. En ik vind de hartstochtelijkheid waarmee het boek geschreven is indrukwekkend. Ik kreeg ook een onthutsend kijkje in de Turkse keuken. Zeg maar, pardon, in de keuken van de Turkse cultuur. En ik raad je dit boek zeker aan om een beeld te krijgen van hoe moeilijk allochtone meisjes van jullie leeftijd en iets ouder het hebben als ze zich losmaken van hun eigen milieu. Dan hebben ze eigenlijk alle steun die je kunt geven nodig om iemand te worden, om los te komen van dat wat ze in hun leven beperkt. Daarom vind ik de titel ook zo prachtig: ik ga leven. En dat wens ik mezelf en jullie ook allemaal toe, dat je met eigen verantwoordelijkheid je leven invult. Dank je wel.